Een orkaan en een tyfoon zijn beide hetzelfde, alleen de plek van oorsprong is anders. Orkanen ontstaan boven de Atlantische Oceaan en tyfoons boven de Stille Oceaan. Een orkaan is een enorme wervelstorm waarin windsnelheden voorkomen van boven de 170 km per uur. Ze kunnen meer dan 1000 km in doorsnede zijn. En in de zwaarste orkanen worden windsnelheden boven de 300 km per uur gemeten. Voordat een orkaan kon ontstaan, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de temperatuur van het zeewater ruim 26 graden zijn. De bovenlucht moet juist koud zijn, waardoor de atmosfeer onstabiel wordt en er warme lucht kan opstijgen. Er moet een lage drukgebied ontstaan, waardoor de lucht gaat draaien om een centrum. Ook moet de lucht vochtig genoeg zijn, zodat er zware onweersbuien kunnen ontstaan. En er moet sprake zijn van windschering. Dit betekent dat de wind op verschillende hoogtes moet verschillen van kracht en richting. Het systeem kan zichzelf nu gaan versterken en uiteindelijk ontstaat er een orkaan. Orkanen kunnen zeer veel schade aanrichten. Niet alleen de extreme wind is een probleem, maar ook overvloedige regenval heeft vaak grote gevolgen. Door de extreme regen kunnen er overstromingen en aardverschuivingen optreden. Daarnaast wordt het zeewater door de wind flink opgezweept, waardoor er aan de kust zware overstromingen kunnen optreden. En er kan ook flinke schade aan de kustlijn ontstaan. Het Caribisch gebied ligt precies in een regio waar orkanen makkelijk kunnen toeslaan. Soms wordt een heel eiland met de grond gelijk gemaakt, zoals Sint Maarten overkwam in 2017, toen daar de orkaan Irma overtrok.